Ik ben Henry van Amersfoort, ik ben revalidatie-hersteltrainer en verzorger bij Willem II. Raymond, waar houdt dat precies in? Fysiotherapeut bij Willem II. Als fysiotherapeut ben ik verantwoordelijk voor het eerste en tweede elftal bij Willem II. Daarnaast heb ik een adviserende rol bij de jeugdopleiding. Concreet gezien houdt het in dat ik samen met Henry en met Jan Verjoen verantwoordelijk ben voor het fit krijgen en het fit houden van beide spelersgroepen. Dus van de belofte selectie en het eerste elftal. De blessurehoek. Raymond, een van de meest voorkomende blessures is een hamstringblessure. Kun je er iets over vertellen? Ja, klopt. De hamstringblessure is qua spierblessure de meest voorkomende blessure in het voetbal. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat de hamstring in het voetbal de spier is die het zwaarst belast wordt. Een technisch verhaal, het komt er eigenlijk op neer dat in de eindfase van een sprint, op het moment dat je je been naar voren zet en bij het trappen van de bal, wordt de hamstring aangespannen terwijl die eigenlijk ook moet verlengen. Dus hij wordt dan een beetje gerekt terwijl er heel veel kracht op komt te staan. Dat zorgt ervoor dat een hamstring gaat scheuren of dat die overbelast wordt. Vandaar dat in het voetbal de meest voorkomende blessure is. Ja. Is er nou iets om dat te voorkomen? Ja, de laatste jaren is er veel onderzoek naar gedaan, internationaal. Het komt er eigenlijk op neer dat je excentrisch moet gaan trainen. Dus dat je de spier precies moet gaan trainen op de manier zoals die ook kapot gaat. Dus wij zijn met de jongens veel oefeningen aan het doen waarbij zowel de hamstring moet verlengen als aanspannen. Daarnaast moet je heel veel stabiliteitsoefeningen gaan doen, dus rompstabiliteit. Blijkt dat je bij eigenlijk alle spierblessuren rondom het bekken, dat je vaak ziet dat de rompstabiliteit tekort schiet. En dat is een onderdeel van de preventie, onder andere van hamstringblessures. Hoe behandel je een hamstringblessure en hoe lang gaat het ongeveer duren? Hamstringblessure, dat is wel een van de langere spierblessures. Omdat uit onderzoek is gebleken dat als je eerder dan 6 weken na een spierscheuring, heb ik dan echt over, hè, dus niet over een overbelasting, maar een spierscheuring, ga je eerder dan die 6 weken weer wedstrijden spelen, is de kans heel groot dat je weer dezelfde blessure oploopt. Dus bij ons, als er echt een scheurtje in de hamstring zit, dan nemen we echt 6 weken de tijd voordat de speler weer terugkomt. Dus in principe geven we dan aan 6 tot 8 weken. Zit er geen scheurtje, dan spreek je over een aantal weken. Maar ja, weken altijd. En hoe ziet de behandeling er dan uit? Ja, de eerste week tot 10 dagen is relatieve rust. Dan doe je met de hamstring zelf niet zo heel veel. Misschien wat lokaal behandelen. Maar verder train je eigenlijk alles daaromheen. Zorgen dat de speler zo fit mogelijk blijft. Na die eerste week tot 10 dagen is het eerste ontstekingsproces er een beetje uit. Dan kun je wat meer gaan doen, dan kun je wat meer gaan belasten. Dan moet je eigenlijk gaan denken dat we eigenlijk de hamstring direct gaan trainen. Veel stabiliteitsoefeningen, veel krachtoefeningen, wat lenigheidsoefeningen. Nog wat lokaal behandelen op de bank. En in principe als je dan in week 3, 4 aangekomen bent, dan start de looptraining. Dus dan gaan de spelers eigenlijk naar buiten. Dan is het voor het eerst dat hij weer op het veld komt. Het eerste gedeelte wordt gedaan door Raymond, mijn collega. Die pakt ongeveer een week of 2, 3... als het traject van 6 weken is, de geblesseerde speler. Vervolgens is er een stukje overlap, een stukje bij Raymond, een stukje bij mij, een stukje kracht binnen en dan komen ze buiten bij mij op het veld. We beginnen eerst met het cognitieve gedeelte, dus het lopen, alles binnen racen, de speler geen pijn heeft, geen klachten. En als het alleen maar recht vooruit lopen is, werken we conditioneel alleen recht vooruit. Vervolgens als de kwetsure toelaat, bouwen we het uit tot een echte conditietraining. Dit zal ongeveer de derde en de vierde week nog samen zijn met Raymond binnen en buiten. En de vijfde en de zesde week alleen met mij op het veld. En Raymond checkt dus na de training van mij hoe de jongens ervoor staan. Wij werken zo op dat de jongens in kunnen stromen bij het eerste elftal. Van waaruit nog een paar weken getraind wordt. En via het belofte elftal eerst een half uur spelen, dan een halve wedstrijd, dan 60 minuten en dan instromen in het eerste elftal. Dat is eigenlijk de procedure die wij hier altijd volgen. We hebben natuurlijk de laatste 4 wedstrijden hebben wel 7 punten gehaald. Dat is op zich is dat niet zo heel verkeerd. Alleen wij vinden toch allemaal dat er wel wat meer nog in had gezeten.
natuurlijk een moeilijke serie gehad, waarin we een paar wedstrijden, zeker in het begin van het seizoen, met één doelpunt verschil hebben verloren. Uiteindelijk sta je dan met 10 wedstrijden 7 punten, sta je op de 17e plek. Nou, dat is natuurlijk niet een positie waar we graag willen staan. En de laatste 4 wedstrijden pak je dan wel de punten, in ieder geval tegen RKC en Heerenveen. Dus daar hebben we, met name tegen Heerenveen hebben we het goed gedaan, ook voetballend gezien. RKC was meer een vechtwedstrijd, waarin we toch uiteindelijk als overwinnaar van het veld zijn gekomen. Ja, dan het debakel tegen NAC. Ja, daar waren we natuurlijk met z'n allen bijzonder teleurgesteld over. Ja, en dan wilden we dat natuurlijk rechtzetten tegen ADO. En dat is met de 1-1 is dat natuurlijk niet echt gelukt. We wilden heel graag winnen. We hebben ook de gelegenheid gehad, omdat ADO toch vanaf de 37e minuut met 10 man heeft gespeeld. Ja, daar hebben we niet echt gebruik van kunnen maken, omdat we wat overtuiging misten in het spel. En, met name tempo te laag in balbezit. En daarbij ook niet echt de kansen die we gehad hebben. Ook daar misten we wat overtuiging. Dus de 1-1 die voelt dan niet als een gelijkspel, maar meer als een nederlaag. Ja, dus dat kan wel eens verschillen natuurlijk bij een gelijkspel. Vorig jaar speelden we 3-3 tegen hetzelfde ADO. We voelden dat misschien als een overwinning. Maar deze zondag voelde dat zeker niet zo. En dan moet je met elkaar weer maandag weer de boel oprapen. En dat hebben we ook gedaan. We gaan ons weer richten op Twente. We zullen keihard trainen. En dat is weer de volgende wedstrijd. Met betrekking tot de blessurelijst is er best wel goed nieuws te melden vanuit Tilburg. Dat betekent dat Jens Jansen weer aan het trainen is. Dat het goed gaat met Mehmet Agun. Die staat inmiddels ook weer op het veld. Michael Aerts, die is van de week geblesseerd geraakt. Bij het onderscheppen van een voorzet kwam hij verkeerd terecht. Nou, Michael die zal er wel een paar weken uit zijn. Dat is natuurlijk heel teleurstellend voor hem. En ook voor ons, want dat is wel de aanvoerder. En een belangrijke speler bij Willem II. Gelukkig hebben we ook met Nicky een goede vervanger. Wat betreft de verdere afwezige Paul Kwasten, dat gaat natuurlijk nog wat langer duren. Sergio Zeiler die heeft een schorsing opgelopen van 1 wedstrijd, dus die is er zeker niet bij. Maar voor het merendeel is iedereen beschikbaar. Daan van Dinter ben ik nog vergeten, die heeft ook een blessure. Dus die zal ook niet beschikbaar zijn en voor de rest is iedereen fit. Ja, de volgende wedstrijd, FC Twente, de koploper in de Eredivisie, nog zonder nederlaag. Ja, dat vind ik altijd een geweldige uitdaging. Een ploeg zal nooit alle 34 wedstrijden winnen, dat is bijna onmogelijk. Dus het is een geweldige uitdaging voor ons om Twente die eerste nederlaag proberen toe te brengen. Nou, daar gaan we ook alles aan doen en Willem II is ook zo'n ploeg. Waar de teleurstelling nu dan overheerst na zo'n wedstrijd ADO, kan het hier zaterdagavond weer helemaal anders zijn en kunnen wij zomaar voor een verrassing zorgen. Nou, daar gaan we natuurlijk alles aan doen. En bij mij leeft dat alweer, dat vertrouwen is ook aanwezig. En de spelers moeten dat zaterdagavond vertalen in een goede wedstrijd ten eerste voor het publiek en hopelijk voor ons in een goed resultaat. Nou, tot de winterstop volgen er nog een aantal wedstrijden na Twente. Nou, dat begint dan in Venlo volgende week uit bij VVV. Dan komt Roda nog hier op bezoek en hebben wij nog een uitwedstrijd bij Feyenoord in de Kuip. Nou, dat zijn allemaal wedstrijden waarin het mogelijk is om punten te halen. Zelfs in de Kuip moet dat mogelijk zijn. Dat heeft Utrecht zondag nog laten zien. Nou, we zullen zien. We hebben ons ten doel gesteld om toch minimaal naar die 20 punten te gaan. Dat betekent dat je in die resterende wedstrijden nog een aantal punten moet halen. Nou, dat is mogelijk en daar gaan we alles aan doen. Dit was het weer voor deze keer. We hopen dat u heeft genoten en de volgende uitzending is 30 december. Tot dan!